Is een eeuwenoud schilderij na restauratie weer zo goed als nieuw? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik denk dat wij allemaal zo genieten van schilderijen van lang geleden, als we die zien in een museum, omdat ze ons een beetje het idee geven dat we terug kunnen stappen in het verleden. Net zoals Johannes Vermeer staan we weer aan de oever van de Schie en kijken we uit over Delft. En ik vind het zo knap hoe de schilder dat voor elkaar heeft gekregen, door gewoon te mengen pigmenten, bindmiddelen, in dit geval olie, en daarmee een illusie scheppen die mij in elk geval helemaal doet vergeten dat we hier met materialen te maken hebben. Je kijkt naar hoe het licht over de daken speelt, hoe het water, hoe de reflectie in het water is. Het is een hele sterke illusie. Als ik een schilderij heb gerestaureerd als schilderijrestaurator, gebeurt het me ook wel eens dat mensen tegen me zeggen van, oh, het ziet er weer uit alsof het nieuw is. Maar kan dat eigenlijk wel? Kan een schilderij van honderden jaren oud er na restauratie weer als nieuw uitzien? Materialen in schilderijen verouderen. Dat is goed verbeeld hier in dit werk van William Hogarth, waarin je vadertje tijd bezig schiet, ziet een schilderij te beroken. Waardoor het schilderij bruin wordt. Je ziet hem met zijn zeis een flinke haal door het doek heen maken. En dat is wat er met schilderijen gebeurt. Waarom verouderen schilderijen? Nou, dat heeft te maken met de omgeving waarin ze zich bevinden. Licht, UV-straling, ze zorgen ervoor dat materialen verouderen en dat ze vergelen. Bijvoorbeeld een vernis, die na een tijd, verloop van tijd geel is geworden. Zoals je ook hier ziet bij dit zelfportret van Rembrandt in de collectie van het Mauritshuis. Dit is een foto tijdens restauratie en de restaurator is bezig om de oude vergeelde vernis ervan te verwijderen. En je ziet het verschil enorm duidelijk, zeker in dit detail van het gezicht, waar aan de linkerkant de vergeelde vernis nog te zien is en aan de rechterkant deze vernis al is verwijderd. Ook factoren zoals temperatuur en vocht spelen een rol in de veroudering van schilderijen. Door dat soort factoren komen er spanningen in het schilderij, want de materialen die reageren door uit te zetten en weer in te krimpen, weer uit te zetten, weer in te krimpen. En dat leidt tot een netwerk van barstjes, zoals je ook bijvoorbeeld ziet in de tulband van Rembrandt in ditzelfde zelfportret. En zelfs al hangt een schilderij in een museum, veilig, achter glas, in een constant klimaat, waar het niet zo'n last heeft van UV, omdat er UV-folie op de ramen zit, nog steeds verouderen schilderijen, want de materialen zelf van de schilderijen die verouderen. Maar de materialen zijn chemisch actief. Ik wil graag laten zien tot wat voor soort dingen dat kan leiden aan de hand van een voorbeeld van een ander schilderij. Het is een klein paneeltje van Rombout van Trooien, geschilderd in de eerste helft van de 17e eeuw. We kijken naar een scène uit het Oude Testament. De dochter van de farao vindt net het mandje met de baby Mozes in de rivier de Nijl. Dit schilderij wordt momenteel gerestaureerd door een van mijn studenten bij de UvA. Zij is bezig met onderzoek en de restauratie van het schilderij. En terwijl ze bezig is met de restauratie, heeft ze ook een reconstructie van het schilderij geschilderd. Mijn studenten maken niet altijd een reconstructie van een schilderij wat ze restaureren, want dat zou veel te veel tijd kosten. Maar ze doen het wel een aantal keren tijdens hun opleiding, omdat het voor een restaurator heel erg belangrijk is om goed inzicht te hebben in hoe een schilderij uit verschillende lagen bestaat. En hoe die lagen allemaal samen als optelsom zorgen voor de illusie van het schilderij als het af is. Hier rechts zie je haar reconstructie naast het origineel van Rombout van Trooien. Jullie zien dat er verschillen zijn tussen het origineel en de reconstructie. Je ziet wat verschil in het coloriet, de kleuren. Maar er is één bepaald verschil waar ik wel even de aandacht op wil vestigen. En dat is het verschil in de lucht. In de reconstructie van mijn student kijken we naar een scène die zich afspeelt op een rustige dag met een lichtblauwe lucht. Terwijl als je kijkt naar het schilderij van Rombout van Trooien, dan lijkt het wel te regenen. En dat zie je in dit detail nog beter. Nu weten we door onderzoek dat het waarschijnlijk niet regende in het schilderij op de dag dat het atelier van Trooien verliet. Daarvoor hebben we eens wetenschappelijk onderzoek gedaan. En om daar iets meer over te vertellen, moet ik eerst ingaan op hoe de verf in elkaar zit. De verf waarmee Rombout van Trooien heeft gewerkt, is olieverf. Olieverf is een mengsel van pigmenten, die je hier links ziet als een poeder, met olie. Lijnolie in het geval van Trooien. Ik heb het flesje ook even meegenomen. Dan kunnen jullie het zien. Vloeibaar. Als lijnolieverf droogt, dan droogt het niet doordat er iets uit verdampt, maar dan droogt hij doordat er chemische reacties zich afspelen binnen de verf zelf. Er worden allemaal netwerken gevormd en daardoor wordt de lijnolie hard. Het witte pigment dat van Trooien heeft gebruikt was loodwit.
Lood dit gebruiken we heden ten dagen niet meer. En dat is maar goed ook, want door het lood is het heel giftig. Maar in de tijd toen Van Troye schilderde, was het eigenlijk het enige witte pigment dat schilders die in olie wilden schilderen tot hun beschikking hadden. Want andere witte pigmenten die gaven geen mooie dekkende laag als je het met olie mengde. Die waren te transparant. En nou doet loodwit nog iets anders, behalve als pigment iets wit maken. Het reageert ook chemisch met de olie. Dat gebeurt tijdens het drogen van de olie. Daardoor droogt de olie sneller, wat de schilder heel fijn vindt vaak. Maar door die chemische reacties krijg je ook een sterker olienetwerk. Alleen, doordat het pigment reageert met de olie, kan er ook een probleem ontstaan, als namelijk dat soort reacties te vaak plaatsvinden. En dat is in sommige gevallen zo. En dan krijg je dus een verf waarin het loodwit langzaam wegreageert. Die verf wordt transparanter en dan kijk je er als het ware een beetje doorheen. En dat is wat er in het schilderij van Van Troye aan de hand is. Dat verklaart alleen nog niet waarom we streepjes zien. En om dat te verklaren moeten we eventjes naar het paneel kijken. Ik heb een schematische tekening gemaakt van het paneel. En Van Troye heeft geschilderd op een houten plank. En op een houten plank, jullie weten het allemaal, eikenhout, daar zitten allemaal van die kleine nerfjes in. Hè? Dat waren de vaten waardoor het water oorspronkelijk naar de bladeren werd getransporteerd. Maar die zorgen dus voor een onregelmatig oppervlak. En als een schilder in de 17e eeuw wilde schilderen, wilde hij graag een glad, regelmatig oppervlak hebben. Dus wat deed hij? Hij bracht een gronderingslaag aan. En dat zien jullie hier op het linkerplaatje. Bij Romat Van Troye was dat een laag van een mengsel van calciumcarbonaat, krijt en lijm. En daaroverheen werden de verflagen aangebracht in olieverf. Bijvoorbeeld een lichtblauwe laag, zoals in de lucht van het schilderij van Van Troye. Als we nou dichterbij gaan kijken naar zo'n plekje waar zo'n nerf in het hout zit, dan zien we dat op die plek de grondering een stukje dikker is dan op de plek daarnaast. Hè? En als er olieverf overheen aangebracht wordt, dan werkt zo'n grondering een beetje als een spons. Die zuigt een beetje olie uit die olieverf. Op de plekken waar er veel grondering is, daar in het midden, daar wordt dus ook extra veel olie uit de olieverf gezogen. En nou vertelde ik net dat de olie later weer kon reageren met het pigment. Dus op die plek is ook extra veel olie beschikbaar om weer de andere kant op te gaan. En daar te reageren met de verf. En dan heb je op die plek dus plaatselijk na verloop van tijd minder loodwit. En wordt de verf daar transparanter. En dat is waarom we in het schilderij van Van Troye precies op de plekjes waar de houtnerven zitten, die transparantie zien. Kan ik als restaurator daar iets aan veranderen? Nou, daar kan ik helaas kort over zijn, dat kan ik niet. Dit soort veranderingen zijn onomkeerbaar, ik kan daar niets aan doen. Het enige wat ik misschien kan doen is als ik aan het restaureren ben, ze iets minder zichtbaar maken door ze te retoucheren. Maar ik kan de tijd niet terugdraaien wat dit betreft. Ik denk dat wat restauratoren doen, kort samengevat, is om een goede balans te zoeken tussen wat we weten over de bedoelingen van een kunstenaar toen hij het werk schilderde en de geschiedenis van een kunstwerk. Ik wil dat ook weer aan de hand van een voorbeeld uitleggen wat ik daarmee bedoel. En dat voorbeeld komt uit de collectie van het Mauritshuis. Het is een 16e eeuw schilderij, een portret van Willem van Oranje, geschilderd door Adriaan Keij. Dit schilderij wordt momenteel gerestaureerd. De restauratie is nog niet klaar, maar ik kan al wel een heel stuk van de behandeling laten zien. Voordat de restauratoren begonnen met de restauratie, hebben ze eerst allemaal onderzoek gedaan. Hebben ze onder andere röntgenstraling gebruikt, om te kijken naar de opbouw, wat er zich onder het oppervlak bevond van het schilderij. En hier zie je links het schilderij voor restauratie en rechts zie je de röntgenfoto. En als je dan naar het schilderij kijkt, dan zie je iets vreemds. Je ziet dat aan de linkerkant een zone is die veel lichter van kleur is dan de rest van het schilderij. Nou heeft Adriaan Keij het portret van Willem van Oranje uitgevoerd op een paneel wat uit drie planken bestaat. En de linkerplank is de plank waar iets vreemds mee aan de hand is. En dat was voor de restauratoren aanleiding om nader naar die plank te gaan kijken. En dat hebben ze onder andere gedaan door te kijken met röntgenfluorescentie naar de pigmentsamenstelling. En op de volgende afbeelding zie je een van de restauratoren bezig met een draagbaar röntgenfluorescentieapparaat. En daarmee krijg je informatie over de chemische elementen die op verschillende plekken aanwezig zijn in de verflaag. Bijvoorbeeld waar loodwit zit, vind je lood. Waar krijt, calciumcarbonaat zit, vind je calcium. En op die manier kan je dus heel veel te weten komen over welke materialen er op welke plek in het schilderij zijn. En kan je ook vergelijken wat er bij die ene plank anders is dan in de rest van het schilderij.
De restauratoren hebben ook verfmonstertjes genomen, een paar hele kleintjes. Nou, en als je zo'n monstertje vanaf de zijkant bekijkt, dan geeft het je inzicht in de laagopbouw. Dan kijk je naar alle lagen die de schilder op elkaar heeft gestapeld om zijn eindresultaat te bereiken. Nou, dit soort technieken, samen met ook nog allemaal andere vormen van onderzoek die ze hebben uitgevoerd, hebben de restauratoren verteld dat er sprake hier is van een schilderij waar een plank later aan is toegevoegd. Dit is het schilderij hoe het er nu uitziet aan de linkerkant. En aan de rechterkant heb ik de plank die later is toegevoegd, heb ik even met rood aangegeven. Jullie zien dat het schilderij ook op de plekken waar het nog origineel is, ook wel beschadigd is. Op die plekken kijk je op de gronderingslaag, die een beetje geel van kleur is. En de witte plekken, dat zijn de plekken waar de restauratoren eigenlijk materiaal wat weg is aangevuld hebben. Eerst met een witte grondering. En op dit moment wordt het schilderij geretoucheerd. Om dat soort dingen weer weg te werken. Daar heb ik zo meteen een afbeelding van. Maar goed, eerst even het probleem. Want wat doe je met zo'n plank? Je zit met een ethisch dilemma. Ga je hem eraf halen om alleen maar origineel materiaal van kei over te houden? Dan heb je een fragment, dan heb je geen heel schilderij meer. Laat je hem zitten, dan kijk je naar iets wat voor een deel een uitvinding is van iemand van later tijd. Nou, hebben restauratoren wel vaker dit soort problemen, want elk schilderij heeft een geschiedenis. En zelfs iets simpels als een vernisafname leidt eigenlijk tot vergelijkbare afwegingen. Wanneer is iets belangrijk om te bewaren en wanneer niet? Nou, is er bij het schilderij van Keij iets bijzonders aan de hand? Het schilderij was in zijn tijd zo populair dat Keij niet één Willem van Oranje heeft geschilderd, maar een heel aantal. En hier zien we er twee. Eén uit de collectie van het Rijksmuseum, hier in Amsterdam. En één uit de collectie in Madrid van Museum Thyssen-Bornemisza. En dit soort schilderijen kunnen de restauratoren enorm helpen. Want als het museum besluit om de plank te laten zitten, wat ze besloten hebben, want ze willen geen half schilderij laten tonen in het museum, kunnen ze kijken naar de andere versies van het schilderij en die geven weer aanwijzingen voor hoe ze het beste kunnen retoucheren. Ik vertelde al, op het moment wordt het schilderij geretoucheerd. En dat zien we in de volgende afbeelding. Hier is restaurator Carol Potash bezig met retoucheren. En wat ze eerst doet, is eigenlijk de originele delen van het schilderij retoucheren. Want die moeten eerst in een betere conditie zijn, voordat ze in het museum goed kunnen bepalen wat ze moeten gaan doen met die extra plank. Ze willen hem handhaven, maar ze willen hem wel op zo'n manier handhaven dat hij zoveel mogelijk lijkt op wat Keij oorspronkelijk als intentie had. En ik heb van Carol Potash begrepen dat ze in elk geval iets bijvoorbeeld wil gaan doen aan de schouderlijn. Want degene die het schilderij heeft behandeld in een lang verleden en die een schouder heeft geschilderd, die heeft die schouder veel te hoog gezet. Dus op dit moment heeft Willem van Oranje hele rare onregelmatige schouders. En op basis van die andere versies van het schilderij is het wel mogelijk om dat te verbeteren. Om het schilderij te retoucheren gebruikt de restaurator niet olieverf. Ze gebruikt materialen die we later makkelijk kunnen scheiden van het origineel van Adriaan Keij. Want we willen natuurlijk niet dat later onze retouches niet meer te verwijderen zijn. Ik heb ook wat van die verven meegenomen, zodat jullie ze ook hier in het echt kunnen zien. Als het verleden ons iets heeft geleerd, is het dat restauraties altijd een bepaalde invloed kennen van de tijd waarin ze gemaakt zijn. En ik heb ook niet de illusie dat wat ik allemaal heb gedaan voor eeuwig is. Op een gegeven moment zal een schilderij weer opnieuw gerestaureerd moeten worden. En na restauratie zal het schilderij weer in het Mauritshuis hangen, als een schilderij met een geschiedenis. Dus niet alleen maar kei. Maar ik vraag me ook af, ik weet ook niet of wij dat zouden willen, een schilderij in het museum nu zien, wat er uit zou zien alsof het vers geschilderd is. Ik weet niet of we dat zouden begrijpen, een schilderij uit 1660 of 1560, wat gewoon geen leeftijd in zich draagt. Ik denk eigenlijk dat wij ook wel waardering hebben voor de tekenen van ouderdom. En dat we ook wel vadertje tijd een plek willen geven in het museum waar we zijn. Dus ik denk dat als ik mijn eigen vraag zou willen beantwoorden, is een eeuwenoud schilderij na restauratie weer zo goed als nieuw? Dan moet ik zeggen nee, dat is het niet. Maar ik geloof ook eigenlijk niet dat ik dat heel erg vind. Dank u wel.